In de autosector gaat het eraan toe als in de natuur. Enkel de diersoorten die zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden overleven. Après s'être réapproprié le segment SUV avec les succès que l'on sait, Peugeot redessine les contours de la berline de segment D. Een gebrek aan imago, te weinig aantrekkingskracht. De gezinsberline heeft te lijden onder een zekere onverschilligheid. Oui, mais ça c'était avant la Peugeot 508, nouvelle génération. Een lage daklijn en vlakke motorkap, een radiatorrooster met dambordlook, full LED koplampen, strakke lijnen, een intimiderende blik en frameloze ramen. De tweede generatie 508 maakt indruk. Van klassieke vierdeurs berline naar vijfdeurs fastback coupé. Hij wint geen doekjes om zijn ambities. Des ambitions de vrai familial avec un hayon bien pratique et un grand coffre de 487 litres. Binnenin mikt de 508 op emoties met een onuitgegeven interieuruitvoering. De nieuwe interpretatie van de Peugeot i-cockpit krijgt een compact stuur, een groot aanraakscherm en een personaliseerbaar head-up display. Maar bij Peugeot draait emotie vooral om beweging. Daarom wordt de 508 gemiddeld 70 kg lichter dankzij een nieuw platform. Dat komt het comfort en rijplezier ten goede, ook geholpen door de ophanging met instelbare variabele demping op de meeste versies. C'est aussi vrai pour cette boîte automatique à 8 rapports associable, disponible sur toutes les motorisations. Et ça, c'est une nouvelle manifestation de la montée en gamme chez Peugeot. Naast twee versies van de 1.6 PureTech benzine met 180 of 225 pk biedt Peugeot verschillende dieselmotoren. De 1.5 Blue HDI met 130 pk die verkrijgbaar is met de manuele zesbak. Of de 2 liter Blue HDI van 160 of 180 pk. Avec dans tous les cas des taux de CO2 best in class, et ce malgré la nouvelle norme de mesure des émissions, réputée plus sévère.